eigenlijk in nieuwbouwwoningen zie je ze bijna niet. Nee. Het zijn heel erg wildgroei planten. Maar juist omdat we hier de natuur gewoon een beetje hun gang laten gaan, dan zie je gewoon het effect. Welkom bij een nieuwe aflevering Natuurlijk. In deze serie laten we verschillende natuurinclusieve projecten en initiatieven aan je zien. En je vraagt je misschien af, waar op deze bouwplaats is dan de natuur? Maar ik heb zo een afspraak met Rosa en zij gaat mij laten zien hoe ze hier op de bouw zoveel mogelijk natuurlijke elementen behouden en terugbrengen. Wij staan hier nu in het Berkenbos in Eindhoven. Een nieuwe woonwijk die we hier bouwen, waar we echt heel erg proberen met de natuur te bouwen in plaats van erop. Hier in de dakgoot worden dan echt de vogelnestkasten geïntegreerd. Ja. Die kleine gaatjes eigenlijk. Ja, die kleine gaatjes. Want zeker in nieuwbouwwoningen zijn alle kierdichtingen zijn helemaal perfect. En zijn nergens meer holletjes of kiertjes waar vleermuizen of vogels in kunnen nestelen. Ja. Wat in oude huizen wel het geval is. En daardoor wordt eigenlijk de nieuwbouw totaal onleefbaar voor vogels. Dus als je dit soort dingen toepast, wordt het uiteindelijk juist weer een extra fijne plek voor dieren om er te leven. Ja. Eigenlijk de hele stratenstructuur, hoe dit nu hier ligt, dat is gebaseerd op hoe de bomen vroeger stonden. Waarschijnlijk was dit een afsluiting van akker 1 en akker 2. Ja. En dus deze rij bomen stond er al en die wilden we heel graag behouden. Dus we hebben gezorgd dat hier een pad komt. Ja. En dat is eigenlijk door de hele woonwijk is dat zo meegenomen. Doordat je die oude bestaande bomen hebt, heb je denk ik echt een andere beleving dan wanneer je door een woonwijk loopt waar alleen net geplante boompjes staan en de ziel van de wijk in het groen nog niet echt terug te zien is. Klopt. En dat is meestal ook waarom nieuwbouwwijken nog niet zo fijn zijn om voor dieren om te nestelen. Omdat ze weinig beschutting hebben. We zoeken echt die samenwerking op met de vogelbescherming of andere instanties die hier veel verstand van. Hoe zouden jullie dit huis bouwen als het voor de dieren zou zijn? Dan krijg je hele nuttige tips. En dan ga je kijken hoe kunnen we dat dan met alle wensen samenvoegen. Enkele jaren geleden hadden wij hier gewoon het standaard maaibeleid. En dat vonden we eigenlijk heel zonde. Want juist in dit soort plekken, dit vinden de kleine diertjes geweldig. En toen hebben we eigenlijk in samenspraak met de gemeente gezegd, ja, wij willen hier echt heel graag een natuurinclusieve wijk van maken. En daar zijn ze in meegegaan. En nu maaien zij dus minder. Dus eigenlijk hebben ze minder onderhoudskosten. En het levert meer op voor de natuur. Ik heb vandaag gehoord waarom natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal kan en moet worden. Het Berkenbos hier in Eindhoven, dat wordt echt een hele mooie wijk. En wil je nou meer zien over natuurinclusieve projecten? Kijk dan naar de volgende aflevering.